Hoi, ik ben Saria. Ik kom iets over paarden vertellen. Nou, dat vind ik leuk. Wat kom je over paarden vertellen? Vertel maar. Nou, ik wil wel op paard rijden, maar als ik mijn diploma heb, ik moet aan nog van de zwemles. Dat is ook belangrijk, hè? Eerst je zwemdiploma. Wanneer mag je afzwemmen? Ik mag voor de zomervakantie afzwemmen. Helder. Hey, en hoe ziet jouw droompaard eruit? Ik wil een hele lichtbruin paard helemaal en dan donkerbruin haar. Oh ja, met van die wapperende donkerbruine manen in zijn nek. Ja. Oh, heerlijk. En dan wil ik wel dat het een meisje is. Huh? Hoezo geen jongenspaard dan? Ik denk dat meisjes ook voorzichtig zijn. Ja, dat snap ik wel. Weet je al iets over paarden? Dit kunnen paarden al. Huh? Dan maken ze hun tanden schoon. Oh, zonder tandenborstel. Dat is handig. Weet je nog iets meer? Dat ze dit leuk vinden. Huppelen. En ze kunnen ook dit. Hop, 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 hop. Dit lijkt wel op dansen, joh. Is het dansen? Ja, dat is die ook aan het doen. Dan wordt hij heel rustig. Dan wordt hij eindelijk je vriend. Dan kan je er eindelijk op rijden als je dat wil. Jij weet er echt veel van. Snel je zwemdiploma halen, mag je daarna paardrijden. Ik ben Sasje en ik ben 6 jaar oud en ik ga knutselen. Oké, wat ga je maken voor ons? Emoji, maar je kan ook de emojis veranderen. Emoji, nou dat klinkt spannend, laat maar zien. En dan zet je deze hierop. Oh, die kijkt een beetje verdrietig. Iemand ging hem pesten. Oh. Jij bent stom. Hé, hey, nou, hij kan veranderen. Hij zag een mooie meisje en hij is verliefd op haar. Oh, heet dat meisje toevallig Sasha? Nee. Zo, deze is echt superblij. Hij kreeg een compliment. Oh, nou, dan geef ik jou ook een compliment. Supermooi gedaan, Sasha.